Oké, jongens, welkom weer bij Total Gamer. We staan hier bij Club of Corso voor de showcase van de Game Kings. Stay tuned. We zijn dus nu bezig met de showcase van Game Kings. Wat vind je nou van tot nu toe? Nou, ik heb positieve dingen gezien en dingen die me enigszins toch stiekem teleurstelden. Ja, nou heb ik vooral positieve rondingen gezien, maar vertel. Ja, zeker. De afwerking was in veel gevallen goed. Nee, ik heb een aantal mooie dingen gezien inderdaad. Ik moet zeggen, Spec Ops The Line. Nog niet gespeeld, maar zag er goed uit. Ja, dat net. Ziet er inderdaad heel goed uit. En er zijn ook mensen light enthousiast die hem gespeeld hebben. Dus ja, dus dat is goed. Ik heb zelf Lollipop Chainsaw wel gespeeld. Daar ben ik mee begonnen. Ik vond het een fantastische game. Jammer dat ik het een paar jaar geleden al gespeeld heb in de vorm van Dead Rising. En dat was naar mijn idee uitgebreid. Ja! Omdat je natuurlijk daar die wapens kan customizen, maar je kan alles oppakken. Maar het idee is hetzelfde. Ja, maar het is wel leuk. Het is vermakelijk. Jeroen, wat vind je nou van vandaag? Want het is niet heel erg groot. Ja, ik vind op zich het is wel leuk hier. Oh. De stand van Capcom, die is wel leuk te doen. Ja, leuke dames vooral. Ook. Maar het geheel is alles een beetje onduidelijk. En ze laten weinig games zien, vind ik. Wel veel games, maar weinig beelden. Ja, nou, en wat ze laten zien, ik bedoel, dat kan je op internet vinden, heb ik het idee. Want dat was al langer bekend, gewoon... Maar we hadden net wel een hele maffe Koreaan die game aan liet zien. Ja, het leek net een padvinder. Ik weet niet, ik ken hem helemaal niet eens. Maar hij begon Chinees te lullen of Koreaans en er zat een vertaler bij. Maar ja, ik vond het niet heel boeiend. Het boeide me niet. Nee, inderdaad. Nou, een beetje jammer dit allemaal. En we worden ook niet meer gefilmd, dus dat scheelt. Dus daar was de camera. Dat was die. The will of a dragon, or the heart of a human. For one to prevail, the other must be broken. Eén game waar ik wel van onder de indruk ben, qua graphics in ieder geval, en ook nog wel een beetje qua gameplay, is toch Dragon's Dogma. Ja, het is niet mijn ding, maar het zag er wel leuk uit. Wat ik van jou heb gezien, want ik heb mezelf heel even gespeeld. Het ziet er aardig uit, maar jullie weten, het is niet mijn ding. Dus. Nee, het is gewoon een lekkere gelikte actie-RPG à la Dragon Age. Ik denk dat dat wel een beetje een goede vergelijking is, Dragon Age. En ja, dat is mijn ding, dus ik... Ja, zeg maar, het wordt een dure maand volgende maand. Met een hoop leuke games die uit gaan komen. Nou ja, voornamelijk, kijk, waar ik net zit te wachten, is natuurlijk wat we gespeeld hebben, Ghost Recon. Zeker weten, de moeite waard. Zeker moeite waard. Resident Evil 6 zou er ook zijn. En net als altijd word ik weer teleurgesteld, Game Kings. Is er niet? Nee. Waarom is er altijd... Ik wil zien, het is er niet. Ik ben niet zo heel vereisend. Ik denk dat je toch gewoon met die ene opmerking toen ooit lang geleden ze gewoon heel veel pijn gedaan hebt. Wat? Ja, weet ik niet, maar dat, oh, er dat moet iets zo, zijn. Er moet iets zijn. Maar nee, helemaal niet. Capcom is heel lief voor me. Kijk wat ik allemaal van Capcom gehad heb. Dat is wel weer waar. En leuke chicks. Zeker weten. Nou, daar gaan we het later nog even over doen. Ja, daar zullen nog wel enigszins de beelden voorbij gaan komen. Daar gaan we nu naar kijken. Ik heb eentje van die meiden wat nog een leuke vraag gesteld. Dus die gaan we nu even checken. Nou, dan staan we hier even met een mooie B van de show natuurlijk. Wat is je naam eigenlijk? Elinor. Elinor, hoe vaak word jij nou te huwelijk gevraagd over een evenement als dit? Nou, het valt reuze mee. Ik bedoel, ze durven niet. Ja, op dit event is het iets minder. Zoiets als een auto-event is het wat heftiger. Maar ze zijn hier een beetje bangig nog wel. Ja, hier kan jij ze slaan. Deze kan je aan, hè? Oh,
sta hier met Dennis van Game Kings. Proost. Dankjewel. Vraag, ben je tevreden over de opkomst vandaag? Absoluut. We wilden het gewoon wel lekker druk hebben. Het is voor mij ook bijna uitverkocht. Maar je moet wel een beetje zijn kont kwijt kunnen natuurlijk. Want ik ben hier ook wel eens geweest dat je een stapavond hebt. Maar dan sta je een beetje hutje mutje. En het is wel de bedoeling dat je een beetje kan spelen en alles. Dus je opkomst is super. Oké, okay, trek. En van de games die hier nu zijn, welk vind jij nou zelf het vet? UFC. Ja, jij wel natuurlijk. Jullie doen het zelf ook. Nee, er wordt daar ge-UFC'd met een aantal rappers, geloof ik. Ik vind het een hele vette game, maar natuurlijk zijn die nieuwe games interessanter, omdat die nog uit moeten komen. Max Payne vind ik heel erg vet, Ghost Recon, waar wij een week geleden nog naar een filmpje hebben gekeken. Ja, dat was helemaal vet. Gisteren hebben we bij Ubisoft overkantoor nog even de game gespeeld. Ja, inderdaad. Dat vind ik echt een hele toffe game. En Spec Ops The Line. Ja, ook heel goed. Oké, nog één vraag. Welke game die hier nu niet is, kijk jij zelf het meest naar uit? Medal of Honor Warfighter. Perfect antwoord. Dankjewel. Heb je op zo'n showcase heb je ook gewoon teleurstellende dingetjes. Dennis noemde het al even net, de afwezigheid van Resident Evil 6. Dat was voor hem een dieptepuntje. Wat voor mij toch wel een behoorlijk dieptepunt te noemen was, was de presentatie van Gemini Wars voor de PC. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik erover moet zeggen. Het deed me denken aan een futuristische versie, nog futuristische versie van Command & Conqueror 1. Qua graphics zagen ze er hetzelfde uit. Het enige nadeel is dat we nu gewoon al wel ondertussen bijna 20 jaar verder zijn. Dus ik had er wat meer van verwacht. En ook de presentatie, ja, ze proberen het leuk. En ik vind het knap dat ze een kwartier kunnen volpraten over een game die niet boeit. Die niet er goed uitziet. Die niet uitnodigt om te spelen. Maar ze doen het wel. Dus op zich goed gedaan. Knap chapeau GameKings. Dan moet er even bijgezegd worden, er was van de uitgever van de game, was er een dame bij op het podium. Nou, zullen we zo zeggen, zij was hetgene wat nog een beetje glans gaf aan de presentatie. Ik zou er mee naar huis nemen. Verder, ja, Gemini Wars, het is een futuristische, een beetje een strategy, real-time strategy game voor de PC. Het is echt een extreem kleine studio gemaakt, daar heeft 3 man aan gewerkt. En het is wel een game die heel veel luistert naar de fanbase die ze toch hebben. Alle comments en vanuit beta-versies van fans zijn meegenomen in de uiteindelijke versie. Dus dat is wel weer positief te noemen. We gaan er gewoon vanuit dat dit een game is waar je van moet houden. Het moet je aanspreken, anders jongens, blijf er vanaf.